Yo gasten, Gamebo's hier. Het is weer 4:30 en dat betekent weer een nieuwe video op Gamebo's. Elke dag weer en we gaan hard. Weet je, ik heb het nu volgens mij al 3 of 4 maanden achter elkaar volgehouden om gewoon elke dag te uploaden. Dat vind ik wel een applausje waard. Dank u, dank u, dank u, dank u. Nee, maar genoeg daarover gepraat. We gaan vandaag Clash Royale spelen met een nieuwe uitdaging. En dit is een nieuwe uitdaging. Het is namelijk een triple elixir uitdaging. Eerst begin je met 1 keer elixir, dan 2 keer elixir en dan 3 keer elixir. Dus dan kan je echt supersnel dingen inzetten. Mij lijkt het erg leuk om hiermee te spelen. Je kan ook extra prijzen winnen. Zoals een reuzenkist. Als je 9 keer wint, dat is wel heel veel. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. Wat epische kaarten en wat coins. Maar ik vind het vooral leuk om gewoon de challenge zelf te doen. Weet je, die bonussen, dat boeit me niet heel veel. Helemaal omdat het niet echt geweldig is. Weet je, zo'n reuzenkist is leuk om te krijgen. Maar meestal krijg je er ook niet iets heel goeds uit. Maar we gaan deze challenge in ieder geval spelen. Als jullie ook zin hebben in deze video, smash natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan word je natuurlijk lid van de Bouts Army. En dan zie je elke dag gewoon een leuke video verschijnen. Maar laten we maar beginnen. Ik moet trouwens 3 keer winnen voor mijn eerste prijs, 1000 coins. Nou ja, dat moet sowieso wel lukken. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Oké, eerste potje. Ik speel... Oké, je kan niet... je kan geen draft deck, zeg maar. Je speelt gewoon met je eigen deck. En op zich vind ik dat ook wel prima. Ik heb een relatief duur deck. Maar dat is voor zo'n challenge eigenlijk alleen maar chill. Dus dat is wel beter. Ik doe hier even een houthakker. Ik doe hier even boomschutters bij. Ik kan hier even een tornado neerzetten om ook wat van die skeletten neer te halen. Want die skeletten kunnen al best wel wat damage doen en dat is niet erg fijn. Uiteindelijk, ja trouwens, de schade valt helemaal niet mee. Hij heeft echt best veel schade kunnen doen, dus dit is wel een beetje jammer. Die nachtheks gaat gelukkig wel dood, dat scheelt ook weer iets. En dan kan ik misschien nu met een mooie aanval komen. Ja, mijn rechter toren is al bijna kapot. Oké, dit is wel een beetje fucked up. Dan zet ik een reuzenskelet neer. Misschien dat ik hierna een golem deck ga maken. Want met triple elixir is het natuurlijk super chill om gewoon hele dure kaarten te hebben. Maar daar wacht ik nu nog wel even mee. Ik zet hier even een goblin bender. Zet ik hier even een vuurbal bij neer. En dan kan ik het daar tamelijk makkelijk verdedigen. Ik zet hier even horde gunstelingen neer. Dit is wel een beetje balen. Wat kan ik verder nog doen? Oh, hij heeft ook nog pijlen. Dat moet er ook nog eens bij komen. Wat kan ik nog verder doen? Ik doe hier wel even een tornado. Dan kan die reus in ieder geval niet te veel damage doen. En dan zet ik hiervoor nog een reuzenskelet. En dan zitten we nu bij dubbel elixir. En zo meteen bij de 1 minuut gaat hij dus naar triple elixir. Hier nog even een boogschut erbij. Dan kan die skelet wel redelijk snel dood. In ieder geval die reus, niet de skelet. Kom op, maak alles daar dood. Ah shit, ik kan weer niet echt damage doen. Oké, hier even een goblin band om daar in ieder geval een beetje te verdedigen. Want die nachthex mag dan op die manier ook niet echt damage doen. En dan heeft hij niet eens zo heel veel damage kunnen doen. Maar nog steeds sta ik wel een beetje achter. Na die ene grote attack aan het begin, toen hij super veel damage kon doen, heeft hij eigenlijk niet eens zo heel veel meer gedaan. Ik doe hier even een vuurbal, doe hier even een tornado om die reus een beetje af te leiden. Nu kan hij mijn toren waarschijnlijk wel neerhalen. Oké, dit is wel een beetje fucked up. Ik probeer nog het beste ervan te maken. We hebben nog 45 seconden. In principe zou ik in die tijd nog wel een toren neer kunnen halen. Moet het wel even goed gaan. Hier nog houthakken bij. Wat zou ik nog meer doen? Ja, echt veel meer kan ik niet. Ik doe hier nog een horde gunstelingen. Hier doe ik nog boogschutters. Hier doe ik nog een goblinbende. En misschien dat we nu wel eens een rechte toren neer kunnen halen. Maar hij haalt mijn linkertoren ook neer. Oh, nou, net niet. Oké, dat is op zich nog wel mooi. Oh, ik had trouwens verwacht dat ik zijn linkertoren neer zou halen. Maar dat gebeurt helaas niet. Dus dat is wel een beetje behalen. Oké, maar misschien dat we zijn linkertoren nog neer kunnen halen. Je weet het maar nooit. Oké, ik doe daar even een bom. En nee, dat gaat ook niet meer gebeuren. Uiteindelijk heb ik op het... mijn bom raakte zijn toren niet eens. Oké, dat is wel een beetje fucked up. Uiteindelijk heb ik nog wel redelijk veel damage op zijn toren kunnen doen. Maar lang niet genoeg. Want hij had wel gewonnen. Oké, dit is wel een beetje behalen. Ik denk dat ik nu even een ander deck ga maken waar ik mee ga spelen. Want dit ging niet heel lekker. Dan maak ik het deck nu even voor mezelf. En dan zien jullie me weer als ik het deck klaar heb. Nou, ik heb even snel een nieuw deck in elkaar gezet met een golem en een graveyard. Ik vind die combinatie super chill. En met triple elixir kan je die combinatie natuurlijk perfect uitvoeren. Daarnaast heb ik ook redelijk veel verdedigende kaarten. Lock, vleermuizen,
houthakker die is voor aanvallend en verdedigend Goblin Banner. Weet je, je kan het voor beide gebruiken. Maar ik ga in ieder geval met dit deck spelen. En hopelijk gaat het iets beter. Ik wil natuurlijk wel gewoon een paar potjes winnen in deze video. Het zou wel echt fucked up zijn als ik alles weet te verliezen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga niet beginnen met de golem. Ik denk dat dat niet slim is. Ik zet hier wel even een houthakker neer. En vleermuizen om die X-boog een beetje te verdedigen. Ik hoop in ieder geval dat die X-boog neergaat. En dat gaat hij inderdaad. En oké, dit gaat best wel lekker. Ik kan meteen best wel wat damage doen op zijn linker toren. Met gewoon alleen de vleermuizen. Oké, dat ging veel beter dan verwacht. Zou ik meteen, weet je wat? Ik ga gewoon meteen een golem neerzetten. En dan zie ik wel wat hij gaat doen. Als hij zo meteen een beetje slecht verdedigt, zou ik misschien heel veel damage kunnen doen. Ja, die skeletten die kan ik wel redelijk makkelijk verdedigen. Zet ik gewoon een tovenaar bij neer. Die lock die had ik net helaas nog niet. Hij zet nu vuurbal neer. Maar heeft, oh ja, met die lock kan hij hem wel verdedigen. Zet hij nog wel even een goblin band erbij. Om die mega gunstelingen ook neer te halen. En dan hoop ik dat ik weer wat damage kan doen. Ja, niet extreem veel. Die inferno toren die, ja, is natuurlijk perfect tegen het verdedigen van een golem. Maar alsnog kunnen mijn goblins wel wat damage doen. Hier even een houthakker bij neer. Dan heeft hij nu ongeveer 1000 HP op zijn toren. Dus op zich ben ik hier wel redelijk tevreden mee. Hier even vleermuizen om die mega gunsteling neer te halen. Hier weer even een golem. Want ik wil natuurlijk die X-boog een beetje kunnen verdedigen. Zetten we hier nog een tovenaar bij neer. En dan is die X-boog in ieder geval weer neer. Dan heeft hij geen damage kunnen doen. Die Inferno-toren kan helaas wel weer damage doen. Dus dat is wel een beetje fucked up. Maar ja, dat is dan niet anders. Hier nog even een Goblin Band erbij neer. En dan hoop ik dat ik nu weer damage kan doen. Nou, zo'n lock is dan wel echt perfect voor hem. Maar weet je, tot nu toe gaat het wel goed dit potje. Ik sta al best wel voor. Zal ik hier, ik zet hier wel vleermuizen neer. Ik zet hier wel een golem bij neer. En ik zet hier nog even een stam bij neer. En dan hoop ik dat ik nu heel veel damage kan doen. Ja, niet echt. Ja, die X-boog is in ieder geval wel neer. Maar door die Inferno-toren is mijn golem ook weer zo dood. Maar op zich kan ik wel de hele tijd langzamerhand een beetje damage doen op zijn toren. Niet extreem veel, maar wel genoeg om zeg maar gewoon lekker voor te blijven. Dus dat is wel chill. Ik zet hier weer even een stam neer, zodat die X-boog ook kapot is. En kom op, ja dan kan ik nu weer wat damage doen. En ik denk dat zijn toren nu neer is. Inderdaad, zijn toren is nu neer. En dan is het gewoon nu een kwestie van rustig uitspelen. Oké, dit deck werkt tot nu toe echt veel beter dan het vorige deck. Hier even Goblin Band en dan hoop ik dat ik die Inferno Toren op die manier neer kan halen. Hier even die X-boog verdedigen. Inferno Toren gaat kapot en die gaat inderdaad ook kapot. Oké, nice. En die X-boog is ook kapot. Hier nog even een stam neerzetten. Dat is ook wel zo handig. Nou, weet je, ik val nu nog redelijk aan, maar het heeft eigenlijk helemaal geen nut meer. Ik kan nog proberen voor een extra toren te gaan. Zet hier nog wel even vleermuis neer. Ik heb nu trouwens echt mega veel troepen aan zijn kant. Weet je, als het potje iets langer zou duren, zou ik sowieso de 3 sterren hebben gehad. Maar in principe maakt dat ook niks uit. Ik heb gewonnen en daar gaat het om. Oké, dit is wel nice. Maar wat ik meestal doe met uitdagingen is een aantal potjes aan jullie laten zien. En een aantal potjes die ga ik gewoon skippen. Omdat de video anders misschien een half uur gaat duren. En dat vind ik gewoon te lang. Dus ik ga nu 2 potjes voor mezelf spelen. En daarna zien jullie me weer. En ik hou jullie natuurlijk wel gewoon op de hoogte. Dus dat gaan we nu even doen. Oké, vandaag heb ik niet mijn dag. Ik heb echt net verloren. Jullie zien het rechtsbovenin als je goed kijkt. Het was ook al extra tijd en het ging echt super gelijk op. En hij had net eerder zijn toren neer als ik zijne. Dus dit is wel een beetje fucked up. Dus ik heb nu 2 keer verloren en 1 keer gewonnen. Dus ik moet het volgende potje eigenlijk winnen, want anders lig ik eruit. Dus eigenlijk zou ik 2 potjes niet opnemen, maar nu doe ik er eentje. Want als ik nu verlies, dan is het al over. En ja, dus ik neem deze wel gewoon boom weer op. Ik moest even een boertje laten. Maar laten we maar dan weer beginnen. Golem, ja ik ga er gewoon mee aanvallen, weet je. Af en toe een beetje risico kan ook geen kwaad. Dan gaat hij hier aanvallen, dan zet ik hier even een Goblin Band neer. Dan kan ik die bandiet ook makkelijk verdedigen. En dan kan ik misschien zelfs nog wat damage doen op zijn toren. Ja, ik doe meteen wat damage op zijn linker toren. Dus dat is op zich wel chill. Ja, wat zou ik nu doen? Ik denk dat ik zo meteen Graveyard ga inzetten. Ik denk dat ik dan wel wat damage kan doen op zijn toren. Oké, hij zet daar P.E.K.K.A. neer. Die moet ik zo meteen wel even goed verdedigen. Want anders wordt dat echt fucked up lastig. Oh, hij zet daar Gif in. Dat is best wel goed verdedigd van hem. Ik kan wel wat damage doen op zijn toren. Maar niet extreem veel. Hier even een tovenaar neerzetten. Hopelijk gaat die Nachthex net voor zijn P.E.K.K.A. En dat doet hij ook. Dus dan kan ik tamelijk makkelijk verdedigen. Hier even vleermuizen en een lock. Dan kan ik die daar ook verdedigen. Hier nog even Goblin Banden. Oh shit.
Die Pekka heeft één keer kunnen hitten op mijn toren. En dat is eigenlijk al één keer te veel. Want daardoor kan je meteen superveel HP ervan afhalen. Dus dat is wel een beetje balen. Maar op zich sta ik nog steeds voor. Dus op zich kan ik hier wel mee leven. En dit is wel een beetje fucked up. Want dit kan ik nu niet verdedigen. Want ik zette net mijn Pekka daar neer. Dus ik denk dat hij nu mijn toren neer kan halen. Ja, inderdaad. Dat kan hij inderdaad. Dus dit is een beetje balen. Maar op zich heb ik nu best wel een goede aanval gereed. Ik heb een Pekka, ik heb een Golem en ik heb nu een Kerkhof die ik daarin kan zetten. Dus ik heb best wel veel damage als het goed gaat. Maar het gaat niet geweldig goed, want hij zet weer gif in. En dat is gewoon super irritant. Ik kan hier nog even een stam neerzetten om een beetje die Pekka en bandiet te verdedigen. En dan heeft hij ja, 700 AP. Dat is toch redelijk veel HP eraf. Maar hij heeft mijn toren neer. Dus in principe is het nog steeds niet echt heel goed. Hier even een tovenaar neerzetten. Zet ik hier even een vuurbal bij neer. Boom. Hier even vleermuizen neerzetten. En dan heeft hij niet heel veel damage kunnen doen. Ik zet hier even een houthakker neer. Ik zet hier een kerkhof neer. En ik zet hier een stam neer. En dan hoop ik dat ik op die manier nu zijn toren neer kan halen. Ja, ik doe wel redelijk wat damage. Kom op, haal die Pekka neer. Oké, ja, zijn toren heb ik nu sowieso daar. Dan ga ik nu ook via de andere kant aanvallen. Oké, dit zou in principe nog steeds kunnen. Ja, wat ga ik nu doen? Ik kan hier even een vuurbal neerzetten. Haal ik die Pekka en bandiet neer. Want dat zijn best wel irritante kaarten. Hier even vleermuizen, houthakker. Zet ik hier nog even een stam neer. Die golem komt bij zijn toren, dus dat is een goed teken. Ik kan hier nog even goblinbenden neerzetten. Ja, die graveyard heeft nu niet echt heel veel nut, omdat hij daar gif had staan. Maar ik heb wel vet veel damage kunnen doen op zijn toren, dus dat is wel chill. Dan doe ik gewoon nog een keer een golem attack en ik denk dat ik daarnaast zijn toren neer kan hebben. Oh shit, kom op. Ah shit, die twee... hoe heet het ook weer? Ik ben even de naam kwijt. In ieder geval, die barbaren die konden mijn toren best wel veel damage doen. Maar hij heeft zijn gif gebruikt, dus dat is op zich wel chill. Ik zet hier nog even een stam neer. Ik zet hier nog even een vuurbal neer. En dan heb ik zijn toren bijna neer. En ondertussen krijg ik een berichtje van Bike Race. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. Hier even vleermuizen. Zet ik hier een houthakker neer. Ik zet hier even een stam neer. Kom op, is die stam op tijd? Ja, volgens mij net op tijd. Ah shit, nee, net te laat. Ik zet er dan net die vuurbal in. En dit is hetzelfde als het vorige padje. Dit scheelde helemaal niks. Weet je, ik had dit net zo goed kunnen winnen als verliezen. Maar ja, dan valt het net de kant op van mijn tegenstander. En dan heb ik verloren, oké. Laten we deze sessie maar snel vergeten. Ik heb dus echt niet goed gespeeld. Normaal win ik altijd wel veel meer in zo'n challenge dan dat ik verlies. Maar ja, vandaag ging dat helaas niet geweldig. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval wel hebben genoten van deze video. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En als je in de comments wil achterlaten dat ik nieuw ben, ga je gang. Want deze video heb ik dat wel een beetje verdiend. Maar natuurlijk, tot slot, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Yeah!